samen met Ro hebben we dus een heel mooi pak gemaakt. En voor Laura, want Laura is ziek. Hele goedemiddag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, het is alweer vandaag vrijdag 1 juli 2022. Ja, het is mooi weer. Nu schijnt het zonnetje weer even niet, maar straks weer wel. En ja, wij zijn nog altijd Karin en Roderick. Roderick en Karin. Ja, dat zijn wij. Oeh, toevallig. En met wie zal ik lopen? Alleen even lekker met Lady. Ja, Roos met de twee zusjes. Maar wij wensen jullie wel weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En toen waren we in de mall en de auto staat daar. Daar, mijn auto. Want Roos zijn auto is lekker nog bij hem thuis. Rodi loopt nou voor mijn neus. Kijk, daar. Nou, ik moet sowieso eventjes een pakketje halen. Een wetenschapspakketje, weet ik veel hoe je dat noemt. En ik moet nog even naar de Action. Microvezeldoek halen voor mijn voorruit. En voor de rest, ja, niet zoveel, denk ik. Kijk, komt hij weer aan hoor, en met zijn karretjes. Laat, en laat eerst even die twee dames voor. Alsjeblieft. Zo. Zo. En waar staan we dus nu op? Au, 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 schat, het duwt door. Het duwt helemaal, ik hou hem tegen, maar niet op de knop. Ik hou niks tegen. Zo. Maar waar staan we nu op? Op een roltrap zonder trailer. Ja, ik, en ik hou hem niet hoor, anders. Nee, ik ga hem even aan de kant. Ik ging even mijn zeer doen eventjes op mijn bovenbeen. Dat is niet handig, niet. Nee. Deze ook maar even meenemen voor Mipi. Lijkt me handig. Is dit precies? Pas iets daar meenemen voor Mipi. Even die dobbe aangeven. Zo, nou, jullie weten nog als laatste dat we dus bij de mall waren. Samen met Roos is nu al op zijn werk. Het is bijna 6:30 en dan moet hij nog tot 6:30 morgenochtend. Ja. Ik heb Karin op bezoek gehad. Even wat dingetjes opgeruimd. Het is echt een heel groot deel opgeruimd. Daar ben ik heel blij mee. En ik had samen met Ro hebben we dus een heel mooi bak gemaakt.
En voor Laura, want Laura is ziek. Die heeft namelijk COVID, dus meis, heel veel beterschap. Maar dat heb ik jou ook al verteld. Dus als je dit ziet en je bent beter, dan weet je dat even nog een keer van mij. Maar ja, ik ga dus nu eventjes een vlogje editen. Ik moet tussen nu en 8 uur thuis blijven, want dan krijg ik een neker over de vloer. Want mijn toon die zegt, ik doe het nu niet, nee. Dus of er zit een draadje los, ik weet het niet. Maar daarvoor komen hun, ja. En mijn toon die valt nog lekker in de garantie, ja. En ik weet ook niet of er nog een nieuwe toon beschikbaar is, of wat dan ook. Geen idee, ik zal ze even kijken zo meteen op internet. Ja, dat is leuk. Internet, nieuwe toon, ja. Of er al een nieuwe is, geen idee. Want als er een nieuwe is, dan wil ik ook gewoon een nieuwe toon hebben, namelijk vanzelf. Nieuwe toon. Eens even kijken, een nieuwe toon. Nieuwe toon, ik wil een nieuwe toon.nl, Eneco. Maar dan staat er dan weer net niet bij, Eneco. Nieuwe toon, Eneco, ik ga het gewoon even zoeken. Nee, dat hebben we nog niet. Dat is een beetje jammer, dat is balen, nieuwe halen. Zeg maar ja. Nee, maar dan zeg ik, ik moet even wachten op de Eneco. Ik zit even nu de vlog van Jill en Jana te kijken, ook helemaal top. En ja... dan straks nog even de auto vol tanken. Wat ook nog gebeuren. De hondjes uitlaten. Dan wil ik eigenlijk ook nog even met Lady even alleen. Dus dan moeten de zusjes even alleen blijven. Want dat heb ik ook Lady beloofd, zeg maar. Als ik een auto heb, dan zou ik met Lady dus namelijk als eerste hond meenemen. Dus even kijken of mij dat gaat lukken. En anders dan komt dat zeer zeker snel. Dus ja... Maar ik heb wel heel veel plezier aan mijn auto, jongens. Echt waar, top. En daar ligt deze dame dan weer lekker op de bedje. En dat betekent, zoals gewoonlijk, dat ik deze vlog lekker ga afsluiten. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat dan gelijk even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen terug bij een gloednieuwe vlog. Ciao.